ja, 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 ja. Leo Beenhakker heeft het opnieuw voor elkaar. Een eerste klas club, Amerika. Een legendarisch stadion, het Azteken. En ook de behuizing aan de rand van een golfbaan is niet meelijwekkend. Maar pratend met Harry slaan verwarring en onbegrip al snel toe. Ik kan niet eens volgen wat je Ik ben 25 jaar... Wat zit je nou te vertellen over Heintje Davids nou? Die kan ik niet eens volgen. Ja, dat komt wat zeg je daar nou? Als ik jou aankijk... Als Heintje Davids, herhaal die zin nou eens een keer voor mij. Als... Voordat ik het moment kom dat ik als Heintje Davids afscheid ga nemen, ik zal je het zo nog wat duidelijker zeggen. Graag. Maar toch raak ik met jou praat, heb ik altijd een beetje visioen over Heintje Davids en zo. En Miri Servaas, gek is dat toch? Ja, Miri ook een beetje, gek is dat. Wat er aan Miri denk ik jou zie. Miri, zangeres zonder naam? Miri, hadden we het over. Nee, het is werkelijk soms onafvolgbaar dit hoor. Ja. Weet je, je loopt zo te sidesteppen dat ik zwik ongeveer door mijn enkels gewoon. Ja. Ja, luister nou eens even naar me. Dat is ook iets. Johan heeft een onsterfelijk image opgebouwd met onbegrijpelijk zijn. Nou, ik denk misschien is dat, moet dat wel. Misschien moet ik in die zin wel mijn image een beetje veranderen. En ook een beetje dingen gaan zeggen die niemand begrijpt. Misschien is dat het. En dat probeer ik nu een beetje uit op jou. Eigenlijk zit ik hier een try-out te maken. Ja, ik bedoel, ik zit toch 10 uur vliegen van een honk aan mij schelen. Hoe weten we niet? Maar altijd slaagt Harry er weer in de irritatie van de goedgemutste trainer op te wekken. Ik heb het nog, wat zit je nou te zeiken? Je zit vreselijk door te zeiken over iets wat helemaal niet waard is om door te zeiken. Ik zeg, ik heb nog een paar jaar te gaan. Ik heb het naar mijn zin. Ik ga nog lekker een paar jaar door. En ik zeg je ook tegen je op een gegeven moment dat ik eindig bij een Nederlandse club. En op het veld althans, want daarna is er nog veel meer hoor. Nou, en dat gebeurt dan. En let nou maar op. En dan zal er best nog een moment zijn dat jij je lange neus ziet trekken. En ik ook. De laatste trek ik toch. Nou, laten we even mooi afsluiten nog, zou ik zeggen. Mooi afsluiten. Sluit eens even mooi af. Hoe bedoel je? Nou, heb je de Nederlandse goedgemeente nog wat te zeggen of niet? Of denk je bij jezelf, dikke neus allemaal de groeten? Of moet er nog iemand speciaal de groeten worden gedaan? Weet ik veel. Bijvoorbeeld moet jij nog zeggen, Geert Meijer, dag. Noem maar een dwarsstraat hoor. Geert Meijer? Ja, ik noem maar. Kom je nou op Geert Meijer? Weet ik niet, nou, net zoals jij op een medische vaas komt. Ik bedoel, ja. Associeer je mij nou weer met Geert Meijer? Ja, vind ik niet erg, want Geert nou, ja. Prima gozer Geert, hoor. Ja, nee. Zie je verder niemand iets gedacht te zeggen of zo? Renze de Vries. Renze de Vries? Ja, Renze de Vries. Hoe kom je daar nou bij? Wat zal ik je nou vertellen, Renze de Vries, dit weekend om gezondheidsredenen voorlopig vrijgelaten... zat de gevangenisstraf uit wegens belastingfraude. Ik vind wat er met die man gebeurt, vind ik schandalig. Nee. Ja. Nee, want hij heeft zwart betaald. Dan ga je de bak in. Nou, Jezus, gaan we heilig doen als de paus. Gewoon een beetje een conceptief babbeltje gaan houden. Gewoon de man in de straat dan. Nou, Renze die heeft dus dingen gedaan die dus niet mogen. Niet waar? Klopt. En dan krijgen we aan de andere kant zo'n... laat ik maar één klein voorbeeld noemen. Mevrouw Maiwegge. Ja, Hanja. Ik ben een fan van Hanja. Jij bent een fan van Hanja. Ja, die vind ik hartstikke leuk. Die duwt ons een carpoolstrook door de strot van 60 miljoen gulden. Ja. Ja? En die wordt daar niet voor gestraft. En dat ding dat ligt daar nu, daar groeit allemaal keurig gras en daar wordt een beetje gerolschaats geloof ik, enzovoort, enzovoort. En dat kost jou en mij 60 miljoen. Is dat rechts of links waar ik nu zat te lullen? Nou, het is een populair standpunt. Ja? Zo zou ik dat willen noemen. En die zit nu gewoon heel de week decoraties in te vullen in Brussel? Dit is dus wat... hier zitten heel veel Nederlanders, je zeggen.
Daar heeft hij gelijk in, die Leo. Maar ik stoor me aan zulke dingen, ja. Want dan denk ik, dat staat dus niet in verhouding tot... Goed, nou, dit had jij dus gedacht als afsluiting? Nee, helemaal niet. Ik ben er misschien... Dit is een hele rare afsluiting. Ja, ik vind het, staat ook eigenlijk nergens op. Nee, want ik vroeg alleen maar, doe iemand de groeten? En dat doe je niet. Je doet niemand de groeten. Ik deed aan Renze de groeten. Maar... Oh ja, Renze heb je de groeten gedaan, oké. En toen kwamen we op dit gesprek. Ja, rechts, van Renze naar de carpoolstrook. Naar de carpoolstrook. Nou ja, hallo. Kan je het nog krommer? Zie jij een relatie tussen Renze en de carpoolstrook? Ik wel. En die is... Palaa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